Brouwersdam bij Ouddorp was dit weekend het brandpunt van de surfwereld. Op Mission XL, het grootste surfevenement van de Benelux, ontmoeten beginners en wereldtoppers elkaar. Spectaculaire blikvanger was het onderdeel Battle of the Giants. We hebben vanuit de hele wereld een aantal surfprofs hebben we hier naartoe gehaald, de beste van de wereld. En die geven een demonstratie freestyle. Wat die jongens allemaal kunnen op een surfplank, ik kan het niet eens omschrijven. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. De laatste dag van de vakantie nog even genieten op het strand. Want morgen beginnen in de zuidelijke provincies de basisscholen weer. En hebben de kinderen er zin in? Nee! Ja. Een beetje. Nee. Nou, een beetje. Ik vind het niet zo erg dat ik weer naar school moet. Ik moet ook wel eens een keer een beetje leren. Omdat het gezellig is. Nou, dan zie ik mijn vrienden weer en al. Ja, ik wil steeds werken. Vind ik niet leuk. We moeten weer gaan rekenen en taal doen. Je moet niet zeggen van dat je niet wilt, want na 5 dagen is het weekend alweer begonnen. Dus dan kan je weer je lekker uitleven op het strand. Vanaf morgen gelden 2 weken lang verschillende bloktijden voor het verkeer dat over de sluizen bij Terneuzen of over de brug bij Sluiskeel wil rijden. De noordelijk gelegen brug over de zeesluis aan de Westerscheldekant blijft voor scheepvaart gesloten tussen 8:10 en 9:10 ochtends en van 5:10 tot 6:10 middags. Deze tijden zijn aangepast omdat de zuidelijk gelegen brug vanwege werkzaamheden gesloten is voor verkeer. De brug bij Sluiskeel blijft op de vertrouwde bloktijden dicht, van 8:10 tot 8:00 ochtends en van 5:10 tot 5:00 middags. Om verkeersdrukte te voorkomen wordt ook de calamiteitenweg tussen Douw en de Paulinapolder tussen de ochtend- en avondspits extra opengesteld voor verkeer. En dan krijgt u nog het weer. Het wordt vanavond bewolkt en het koelt af tot zo'n 17 graden. Er kan hier en daar een bui vallen, maar het ziet er naar uit dat het verwachte onweer aan Zeeland voorbij zal trekken.